zijn we dan afvalinzamelaar Saver. We zijn een overheids gedomineerde naamloze vennootschap, mooi gezegd. En wij voeren de afvalinzameling uit voor 4 gemeenten in West-Brabant. En doen daarnaast ook nog wat reinigingsactiviteiten. Het vegen van straten en het kolken van straatputten. Nou, we zijn als Saver vol bezig met afvalinzameling. Daarmee ook kijkend naar het werk wat we doen voor onze gemeente, naar de CO2-doelstellingen die gemeente en wij zelf hebben. En daarnaast altijd op zoek naar hoe kun je nu een efficiëntieslag gaan maken. En die twee kwamen eigenlijk bij de Lean & Green Award helemaal mooi bij elkaar. Dus enerzijds efficiënt werken en daarmee een CO2-doelstelling behalen. Nou, wat we hebben gekeken is gewoon eens naar, wij rijden vooral afval van A naar B. Eigenlijk een transportbedrijf als je het zo kun je het vergelijken. En wat we doen is het afval wat wij inzamelen, vooral op onze milieustraten. Dat zijn milieuparken waar burgers hun afval kunnen komen brengen en dat daar verder scheiden. Om te voorkomen dat die bakken te snel vol raken, hebben we daar zogenoemde rolpackers opgezet waarmee we afval kunnen verdichten. Zodat er meer volume in één zo'n container gaat, wat vervolgens leidt tot minder transporten. En dat weer uiteraard tot een CO2-besparing leidt. Onze doelstelling is 30% minder CO2 in 2015 ten opzichte van 2010. 2010 ligt al weliswaar achter ons, maar dat was een jaar waar we een volledige nulmeting konden doen. De eerste resultaten van het afgelopen jaar zijn zeer positief. We hebben al 7% gehaald, dus we zijn erg goed op weg. Ons doel is daar gewoon om zeker die 30% te halen en daarna pas op de plaats en kijken wat nog haalbaar is en verder kan. Lean & Green voor Saver betekent dat je door middel van efficiëntie prima in staat bent om een welgetelde CO2-besparing te realiseren.